Wij staan hier bij het steunpunt van de NOVO. Ja? En bij mij staat meneer Dijkema, hoofd. Wat houdt het eigenlijk het steunpunt in, meneer Dijkema? Nou, het steunpunt houdt het volgende in, dat dit is een centraal punt waarin mensen die hier dus in de woongemeenschap wonen, 's avonds terecht kunnen. Maar ook mensen die in de wijk wonen, dus in de buurtwoningen, die ongeveer rondom 500 meter hier gecentreerd zijn. Hoeveel zijn dat er? Nee, we gaan gewoon door, hoor. Ja, ik ga gewoon door. Ik ben met een nieuwe vraag. Ja? Hoeveel mensen wonen er nog in de wijk? Hier wonen op dit moment wonen er 19 mensen in de wijk. Hoeveel huizen zijn dat? Dat betreft ongeveer een... Een huis of 10 ongeveer. Dat is ook nog zo'n behoorlijk stuk privacy voor de mensen. Ja, beslist. Ja. Maar we staan hier dus bij het steunpunt. Hier wonen ook mensen. Ja, dat klopt. Hier hebben we dus, hierboven hebben we dus de woongemeenschap. En die woongemeenschap die bestaat uit gestructureerd wonen. Dat wil zeggen, mensen die wonen wat beschermd. Dat gebeurt groepsgewijs, kleine groepjes. Maar dat gebeurt ook nog individueel. Dus er zijn ook een aantal mensen die hier dus individueel een woningje hebben, hier beneden. Maar die ook beschermd wonen, maar die niet zo goed zich thuis voelen in een groep. Vandaar dat we daar ook een onderscheid in hebben gemaakt. Vroeger sliep men allemaal op één grote zaal. Is dat tegenwoordig nog zo? Nee, dat is dus de grote verandering met vroeger. Wij hadden in 1988 begonnen we hier met een gezinsvervangend huis waarin in feite 24 mensen door elkaar liepen. Nou, dat gaf enorm veel gedragsproblematiek. En daar hebben we in de loop van de jaren hebben we dat dus in feite veranderd. We hebben gezegd van we moeten niet meer mensen iets aanbieden. Nee, de mensen moeten zelf maar vragen wat ze willen hebben. Hoe ze willen wonen, met wie ze willen wonen. En ik denk dat we... Daaromtrend hebben we gewoon de zaak anders georganiseerd. Nou, en dit steunpunt is dan een uitvloeisel daarvan. En ook de buurtwoning uiteraard. Hoe is de samenwerking tussen de buurt en de bewoners? De samenwerking, nou in feite kun je niet echt spreken van samenwerking. Maar ik denk als je hebt over verhoudingen, dan zijn de verhoudingen met de buurt heel goed. We hebben een buurtvereniging hier die we bezoeken, die ook bij evenementen hier, bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, ook zich altijd even laat zien. En vandaag zich zeker ook zullen laten zien. Dus wat dat betreft, met de buurt gaat het eigenlijk heel goed. Ja, zonder meer. Prima. Nu hoor je in de gezondheidszorg dat alles moet bezuinigen. Dat er dus weinig meer terechtkomt van zorg per individu. Hebben jullie daar ook last van? Nou, je zou misschien kunnen zeggen van dat af en toe de procedure wel eens wat lastig is om een en ander voor elkaar te krijgen. Maar ik moet zeggen dat we wat dat betreft niet te klagen hebben. Wij krijgen toch wel vaak dingen voor elkaar via persoonsgebonden budget. En eventueel ook wel individuele afspraken met mensen die in de wijk wonen. En dat is toch een hele verandering met vroeger. Dus wat dat financiële aspect betreft valt het nog wel wat mee. Tenminste, dat vind ik. Ja. Heb u zelf nog wensen? Iets wat er nog zou moeten veranderen? Nou, het zou heel mooi zijn als ook de mensen in Veendam gewoon misschien een iets ander beeld krijgen van de woongemeenschap en steunpunt in de huidige vorm. Kijk, vroeger dacht men altijd van, hé, daar wordt alleen maar betutteld en allerlei regels en we moeten ons hierin aanpassen en we moeten ons daarin aanpassen. Maar dat is nu niet meer zo. Het is nu zo, mensen worden in hun waarde gelaten. Mensen die hebben hun eigen identiteit, die hebben hun eigen ideeën over het leven. Ze komen dan bepaalde dingen tekort. En in die tekortkoming proberen wij hun ondersteuning te geven. Dat is het enige wat wij doen, maar wij bepalen niet wat zij met hun leven doen. Zo is het niet meer. Dat was vroeger wel zo. Nou, nu is het zo dat de cliënt zelf bepaalt hoe die wil wonen, hoe die wil leven. En wij helpen hem alleen met een stukje ondersteuning van dingen die je niet goed kan. Maar de samenleving in Veendam, wat kan die nog om deze mensen beter bij de samenleving te betrekken? Ja, dat is
Nou, ik denk wat dat betreft, ja, ik zou het zo niet weten. Want op zich probeert de gemeente Veendam, probeert er ook met name de vereniging. Ik denk bijvoorbeeld aan Veendam 1894. Ik denk aan de badmintonvereniging. Op zich proberen die toch wel ook verstandige gehandicapten bij het dagelijkse gebeuren te betrekken van de gemeente Veendam. Dus wat dat betreft hebben we niet zoveel te klaar. We zijn redelijk geïntegreerd hier in deze gemeenschap. Natuurlijk kan misschien altijd beter, maar ja, op zich ben ik niet ontevreden. Zeker niet. Goed zo. Nog veel plezier op deze open huis. Dank u wel. Wij zijn terechtgekomen bij Bovines, een van de bewoners. Bovines, het is feest voor jullie vandaag. Ja, kap. Ja, toch kap. Wat heb je allemaal voor feest? Op het dat heb je op een ik kan me zo te maken. Ja. Hoe lang woont u hier al? Maand. Oh, en bevalt dat? Ja. Heeft u een eigen kamer hier? Ja, ik kan er, ja. Kijk. Ja? Ja. En hier beneden? Wat doe je hier beneden nou? Eet stoelen. Eet. Ja. Oortas. Maar ik zag ook dat u hier dus bij die radiozaas. Dat kan hier ook beneden. Ja, daar ben je, ja. Ja, secretary. En als je nou hier samen met elkaar zit, is dat ook gezellig? Ja. Samen, ja. Televisie? Televisie, ja. Nou heb ik een rotvraag, hoor. Ja. Kijkt u ook altijd naar ons programma? Ja. Waar komt hij op dan? Weet je ook op welke zender dat er komt? Die. Zo moeten we het eens hebben, ja. Ik wens jullie nog heel veel plezier hier. Ja, en wie kan elkaar onderroepen en dan een keer weer kijken. Ja? Ja. Goed zo. En wij gaan eventjes kijken. Wij laten u even iets van het gebouw zien. Jullie hebben feest vandaag. Ja. Waarom? Omdat je ook muziek hebt, niet? Ja. Ja? Je hebt niet in de bloem gekregen, zie je. Dat klopt. En wat heb je nog aan meer gekregen? Dat moest u weten. Jullie hebben vandaag van de aannemer wat moois gekregen. Opening. Opening. Ja, je hebt de opening. Maar jullie hebben wat moois gekregen. En dat moest u, ja, als voetbalkenner en liefhebber van goed voetbal, moest u dat weten. Vertel, doe nou eens even aan al die mensen in Veendam wat jullie gekregen hebben. Ik zou toch nog wat aangst op stal waren. Is het niet net van wat? Nee, maar jullie hebben toch met elkaar, ja, alle bewoners, hebben jullie een voetbalelftal? Ja, dat klopt. Dat klopt toch? Ja. Nou, en volgens mij hebben jullie wat moois gekregen vandaag. Voetbalshirts. Aha, mooie voetbalshirts. Ja. Oh, en ben jullie door ook vies met? En wat voor kleur, ja, en wat voor kleur hebben die ding? Geel. Helemaal geel? Zonder zo'n Big Bang. Ik heb toen ze dus aan de mensen in Veendam zijn loten al jullie nieuwe voetbalshirtjes. Ligt die dat wat? Jawel. Ja. Wacht even, maar dan pak ik hem even. Hey, dit is hem? Is dit die nij? Dat is geel. Geel is geel en zwart. Ja, dat is uw nij shirt. Dat denk ik wel. Of wees niet zeker. Want deze kleur die staat hier goud. Hey. Dat is klasse, hè? Zo wat. Ja. Of niet? Goed, wat gaan we nog meer doen vanop? We gaan nu broodjes eten en soep eten. Ja. En wat gaan we nog meer doen? Feestvieren. Ook dan borrel de wie? Ja. Ja, een klein borreltje de wie. Ja. Goed zo. Nog veel plezier, hè? Ja, bedankt. Ja. Ik heb hier weer twee bewoners bij me staan. Ja. En die hebben ook nog wat te zeggen voor de tv. Jawel. Nou, Peter, zeg het eens.
Nou, ik ben hier hartstikke leuk. En alle mensen bij Ino is heel goed en welkom. Bij ons topening dag. En nou, heel plezier. Tot vanavond tot 9 uur. Oh, klasse. En Henk, jij had ook nog een boodschap. Ik moet het. Ja, ik ben Jan van Duim, van de Spanjoos, alle groep, van de alle groep, van de Van Duim, alle kampjes, A en B, C, A en B. Hier zit je, hier groep, alle mensen, van alle Van Duim, ik uit je office. Dus ik heb stukken van de oude groep, de C-groep, A-groep en B-groep. Goed zo. Nou, nog iets, hè? Ja. Ja. Nou komen hier allemaal mensen. Ja. Ja, jullie hebben feest. Ja. En wat gaan we vanavond nog doen? Nou, vanavond denk ik al feest. En we gaan eten. Ik zal mijn afval met een kampje zitten. Veel sport. Ja. Ja, en Peter, en jij dan? Wat ga jij nog doen? Ja, maar ik weet niet wat de leiding daar goed vindt. Dat ik op accordeon mag. Ik weet niet. Maar misschien kan je. Ja. Misschien. We zien. Ja. Anders even wel, anders even niet. Ik weet niet wat er mag. Nou, we wachten dus af. Dit waren dus enkele bewoners van het gezinsvervangend tehuis en wij gaan eventjes rondkijken. Het smokt zeker wel, Freddy, hè? Ja, lekker. Oh, je commentaar alleen. Ja, het smokt ook. Gaan we rustig. Ik moet nog meer reden. Tony? Ja. Dat is mooi. Radio. Radio. Hey, was dat? Was dat dan? Dat praat ik altijd door. Ja? Leuk, ja.